Thierry Baudet en zijn vrouw Davide Heijmans bevinden zich momenteel op een roze wolk. Hoewel ze de naam van hun eerste kindje nog geheim wilden houden, heeft Thierry toch de naam onthuld. Davide heeft hun zoontje iets meer dan een week geleden op de wereld gezet en samen met Thierry geniet ze met volle teug van hun eerste kindje. Het stel koos er bewust voor om niet meteen foto's te delen. Ook andere gegevens zoals de naam werden niet meteen naar buiten gebracht, zodat het gezin samen maximaal van het bijzondere moment kan genieten. Nu heeft Thierry in een Amerikaanse televisieprogramma bekendgemaakt hoe hun zoontje heet. En het kindje heeft een bijzondere naam gekregen. We hebben net een baby gekregen. Op zaterdag 24 september is onze zoon Lancelot geboren, vertelt Thierry vol trots in het programma. What happened with you guys last week or so? Well, thank you, Steve. This is wonderful. We just had a baby. On Saturday, September 24th, our son Lancelot born. Bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe video van Showtime. Het zou enorm helpen om ons te laten groeien door deze video te liken en te abonneren op ons kanaal.